En weer welkom bij deze video waar ik jullie vandaag laat zien hoe deze auto werkt, waarom deze auto gewoon blijft staan. Het is eigenlijk gewoon een of andere ANWB busje, laat maar zeggen. Die gewoon deze auto kan pakken, die je gewoon erop kan zetten en je neemt er gewoon rustig mee overal naartoe. Het is heel eenvoudig, pak een auto, rij hem op een helling zoals je hier aan de rechterkant wel zult zien. Zet hem aan de achterkant tegenaan, rij hem erop en het blijft wel staan. Even niet blijft deze vrachtwagen, blijft hij gewoon erop liggen, maakt niet uit of je wat, ja... Of je hem eigenlijk gewoon de los opzet. Hij blijft erop liggen eigenlijk. Nadeel is alleen, je kan hem moeilijk eraf pakken. Hoe je hem eraf kan halen is gewoon vol achteruit rijden en dan ergens tegenop knallen. Dat geeft net genoeg snelheid om te zorgen dat hij eraf valt. Maar zoals je ziet, dus alles blijft heel stevig opstaan. Er gebeurt ook eigenlijk helemaal niks mee. Zoals ik nu even laat zien, ik kan een klein stukje rijden. En dan kan je gewoon zien dat hij ook wel goed erop blijft zitten. En als je dat gedoe ook niet hebt. En ik moet zeggen, hij is nog best wel snel, ook al ligt hij er gewoon op. De vrachtwagen heeft er zelf volgens mij geen moeite mee, maar ook zelfs off-road, hij doet het best wel goed. Je kan gewoon rijden eigenlijk off-road. En hij blijft liggen, ik heb zelf alleen een beetje schuin erop geparkeerd, zoals je ziet als je een beetje slingert of zo. Er gebeurt vrij weinig. En zo eenvoudig is het dus om een vrachtwagen te gebruiken van de ANWB eigenlijk. Dus dit was weer de video voor vandaag. En laat een blauw duimpje achter, zet wat neer bij de comments. En ik zie je bij de volgende video. Models, poppin' bottles.